De AZ-jeugdopleiding maakt indruk. Eerst wordt Eintracht Frankfurt met 5-0 verslagen. Daarna wordt FC Barcelona met 0-3 aan de kant gezet. En vandaag wint AZ onder 19 met 4-0 van Real Madrid. En dus spraken wij na afloop met een hele blije Max Meerdink en Kees Smit. Vandaag was weer een topprestatie van het team. Wat we hebben laten zien als team. Dus ja, het is gewoon een fantastische dag. Dit hadden we natuurlijk ook niet verwacht. Maar ja, fantastisch dat wij 4-0 winnen. Real was wel heel goed, maar ik denk dat wij heel effectief waren in de omschakeling vooral. En ja, fantastische goals, dus ja, heerlijk. Dan zit je gewoon bij de laatste vier van Europa, besef je het al een beetje? Ja, ik zat net in de kleedkamer en ik zei gewoon tegen de jongens, ja, wat we hebben geflikt is gewoon niet normaal. En we hebben gewoon laten zien aan de mensen dat we in de top 4 horen. En dat AZ gewoon een prachtige jeugdopleiding is en dat er heel veel kwaliteiten loopt. Dus ja, we hebben het gewoon goed gedaan. Ja. Hey, dit soort prestaties, klop je wel op de deuren bij trainer Pascal Jansen of niet? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ik denk het wel. Je begint al te glimlachen. Hoe dicht denk jij zelf dat je tegen AZ1 aan zit? Ja, ik heb nog wel een paar stappen te maken. Vandaag kon het ook wel iets beter, maar ja, ik denk dat ik wel dichterbij ben gekomen. Hey, en het gaat voor jou allemaal wel heel snel, want dan is het natuurlijk begin maart. Sta je gewoon even in Barcelona, hup, twee keer scoren. En dan vervolgens, mag je natuurlijk mee met AZ1 naar Rome. Gaan we ook maar even debuut maken voor een 10 minuutjes spelen. En dan nu sta je hier weer. Besef je het allemaal? Ja, besef kwam wel later die week, want het gaat zo snel. Je moet weer switchen. Dan sta je in Spanje en zo sta je ja, in Lazio. Ja, dat is fantastisch. Ja, debuut maken is gewoon fantastisch. Maar wat ik net zeg, ik moet met de twee beide voeten op de grond blijven staan en deze lijn doortrekken. En dan gaan we kijken waar het schip strandt. Ja. En dan morgen ook weer bij de selectie? Ja, morgen zit ik er ook bij. Dus we gaan kijken wat het wordt. Dat is weinig rust voor je. Ja, zeker. Maar dadelijk gewoon goed herstellen. Even een ijsbad pakken. Goede rust pakken. En dan staan we er morgen weer. En, kijk, dat was echt een kippenvel moment. Want officieel debuut. Goed, je was er niet bij als familie. Twee weken terug waren we er wel bij. In Barcelona. Nou, dat was al heel bijzonder, maar uiteindelijk officieel debuut in AZ1 in Rome. Ja, nou goed. Ja, dan is dat kippenvelmoment is heel mooi, zeg maar. Ja, we werden best nog wel heel emotioneel, zeg maar, op de bank, best wel met z'n drieën. Ja, vandaag zijn ze er ook weer bij. En dat ze dan op de bank mogen kijken dat ik mijn debuut mag maken, ja, is natuurlijk fantastisch. En ik weet hoe trots ze op mij zijn, maar ik ben ook echt trots op hun. Want hoeveel kilometers zij in mij hebben gestopt, ja, is natuurlijk onbeschrijfelijk. Dus ik ben echt trots op. Een andere soort voetballer, het type voetballer dan jij bent geweest. Ja. En ik las een recent interview waarin Max zei van, ik heb ook één doel. En dat is toch wel echt beter worden dan mijn vader. Hoe kijk jij daarna? Ja, ik kijk daar heel met een trots gevoel en een mooi gevoel naar. En ik denk ook echt wel dat hij het gaat doen. En ik hoop, als familie hoop je natuurlijk ook dat hij echt wel beter wordt dan mijn persoontje. Maar één laatste dingetje nog. Er wordt natuurlijk ook heel veel aandacht rondom jou. De naam Max Meerdink is nu ook helemaal op social media. Nu ook 2000 supporters. Je hebt natuurlijk een contract tot 2027. Maar er wordt natuurlijk ook nu wel heel veel naar gekeken. Van al die scouts die op de tribune zitten. Moeten de AZ-supporters zich dan al een beetje zorgen maken? Of kan je hun gewoon lekker te geruststellen? Ja, ik denk dat ik ze gewoon op gerust kan stellen. Ja, dit is een fantastische club. En ik wil me gewoon bewijzen hier. En dat ik gewoon weer de topscorer van AZ1. Dat lijkt me fantastisch en daar ga ik voor. En dan deze lijn doortrekken en dan gaat het snel gebeuren, denk ik.